Al meer dan 60 jaar is Brian Delf professioneel illustrator. En die laatste 11 jaar heeft hij ook gewerkt aan een project waar hij ontzettend veel plezier aan heeft beleefd: de grachten van Amsterdam. I started to walk along the banks and whatever. And I was just attracted by the buildings and I wanted to do something with it. And the idea came to make up a map. And I started off with a single canal. And as it went on, I saw I could do the Herengracht and then the Keizergracht and the Prinsengracht and then finally the Brouwersgracht. En dat leverde uiteindelijk dit boek op met al die grachten helemaal uitgetekend, huis voor huis. Omdat Brian in Oxford woont en dus niet elke keer langs de gracht kon gaan zitten, moest hij een creatieve manier bedenken om ze te kunnen vastleggen. I walked along the canals taking photographs of the buildings on the opposite banks. And every visit I did a bit more. Then I take them home, develop them and spend hours mapping them all out, getting the proportions of each block correct and then transferring it down onto artboard and in pen and ink drawings. Een van de grachtenpanden die Brian heeft nagetekend springt er voor hem uit, het Bartolotti-huis op de Herengracht. Maar waarom? Because of the details and the textures and well it makes it very interesting to illustrate. Het boek De Grachten van Amsterdam, huis voor huis, is nu te koop in de boekhandel.